pak even een anti-slipmatje erbij. Hè. Dan kunt u daar de voeten op zetten, zodat u zo meteen niet wegglijdt. Met een anti-slipmatje hebben de voeten grip en is het makkelijker om de billen te heffen. Ja, prima. Ja. Steun de rug eventueel en schuif de broek snel naar beneden. Als de zorgvrager de billen zelf niet kan liften, is de omrolmethode een oplossing. Pak weer het anti-slipmatje erbij. En dan gaat u uw voet iets van de knie af neerzetten. Indien de zorgvrager zwaar is, kunt u er ook voor kiezen de knie als hefboom te gebruiken. Draai mee. Gaat goed. Kom naar mij toe. Volg bij het omrollen het tempo van de zorgvrager. En dan omrollen naar de andere kant. Helemaal doorrollen. En daar de zijkant vastpakken. Dan mag ik wel terugkomen. Trek eventueel de broek en slip tegelijkertijd uit, want dat scheelt een handeling. Doe beide broeken tegelijk naar beneden. Leg zo snel mogelijk een handdoek over de schaamstreek heen, want dat voelt wat minder ongemakkelijk.